Goedemorgen allemaal. Het doet mij enorm plezier om zoveel aanwezigen te zien op een zaterdagvoormiddag. Wat een zonnige zaterdagvoormiddag zal worden, werd mij daarnet op het radionieuws verteld. Het doet mij plezier omdat deze studiedag en die van vorige week en die van volgende week over het DNA van onze partij gaat, over de ziel van onze partij, het doel van onze partij. Ik denk dat het, ik zei daarnet in de rij, het is goed dat we dit organiseren. En een stadsgenoot van mij zei, het is nodig dat we dit organiseren. Ik denk dat hij overschot van gelijk heeft. Beste aanwezigen, vorige week schetste Erik Buist de Reversal of Fortune, die zich een weg baande doorheen de geschiedenis van België. De verfransing van Vlaanderen, België, heeft zich niet volledig doorgezet, hoewel bij de stichting van het kunstmatige België dat toch nog het plan was. Vlaanderen bleef dus Vlaams en meer nog, terwijl Vlaanderen eerst het economisch zwakke broertje was ten opzichte van Wallonië, heeft het haar schade ruimschoots ingehaald en werd Vlaanderen de dominante economische regio ten opzichte van Wallonië en ten opzichte van Brussel. Dat was het verhaal van vorige week, maar vandaag gaan we daar uiteraard op verder. Hoe komt het dat Wallonië de voorbije decennia nauwelijks inspanningen leek te doen om Vlaanderen weer in te halen, of daar in ieder geval niet in slaagde? De cijfers bevestigen alleen maar het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië en dat verschil alsmaar blijft toenemen. Nochtans zou je anders kunnen verwachten. Door het bestaan en de werking van de Europese Unie, door het Marshallplan, zou je kunnen verwachten dat het verschil tussen de twee regio's kleiner wordt. Maar het tegendeel is waar. Het lijkt alsof de oprichting van de EU voor Wallonië niet zoveel positiefs heeft gebracht. In andere Europese landen en regio's zien we dat entiteiten, regio's, dankzij Europa naar elkaar toegroeien. De welvaartsverschillen tussen Noord en Zuid enerzijds in Europa en West en Oost anderzijds zijn ook kleiner geworden. Maar binnen de Belgische grenzen merken we alleen stagnatie. Is dat dan geen paradox? Landen die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, groeien naar elkaar toe. En twee kleinere regio's, Vlaanderen en Wallonië, die mekaars buren zijn, geven geen krimp. Bovendien is het interne welvaartsverschil enorm. In geen enkel klein land in het Europa van de oude 15 lidstaten is de welvaart zo uiteenlopend. En dat resultaat komt van metingen van het inkomen van de huishoudens en de werkgelegenheidsgraad. De hamvraag is, zouden de dotaties en de transfers die we allemaal kennen en die binnen België helaas zeer belangrijk zijn, daarvoor iets tussen zitten? Daarover vernemen we trouwens volgende week in de derde sessie nog meer. Beste aanwezigen, ik heb daarnet de vergelijking gemaakt tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar we moeten ook hetzelfde doen met Vlaanderen en Brussel. En als we die vergelijking maken, komen we helaas tot dezelfde bevindingen. De hoofdstad van België is niet de economische motor van België, maar gaat door een grote economische inzinking, al decennia lang, waar de stad blijkbaar ook niet uit geraakt. Nochtans, andere hoofdsteden, en ik spreek hier weer over de oorspronkelijke 15 lidstaten, van al die hoofdsteden, op Berlijn na, in alle Europese landen zijn de hoofdsteden telkens de sterkste regio, de sterkste stad, de sterkhouder van dat land. Maar bij ons is dat niet het geval. Integendeel, de transfers die we eigenlijk van Brussel zouden mogen verwachten naar Vlaanderen en naar Wallonië, die bestaan niet. Het tegendeel is waar. Vlaanderen compenseert die transfers en mag dus twee keer het gelag betalen. Met andere woorden, het rijke Vlaanderen moet niet alleen het blijvend arme Wallonië onderhouden, maar moet ook de transfers goedmaken die Brussel niet kan verstrekken. Vlaanderen staat er binnen België alleen voor.
Is deze dynamiek, of eigenlijk deze stilstand, deze vaststelling, wat Brussel en Wallonië betreft, eigenlijk nog houdbaar? Wordt de druk op dat transferverhaal niet te groot? Wat met de vergrijzing? Wie gaat die betalen? Wallonië of opnieuw Vlaanderen? Kan fiscale autonomie heil brengen voor de regio's? En wat is het alternatief voor het huidige staatsbestel? Ik denk dat we het antwoord nu al in ons hoofd hebben. Maar ik ga het aan de gastsprekers laten om ons dat antwoord zeer onderbouwd te geven. Nog veel meer over dat tweelandenland België hoort u namelijk van onze eerste gastspreker Edwin de Boek. Edwin studeerde rechten en economie aan de KU Leuven en begon zijn carrière, jawel, als kabinetsmedewerker van Jean-Luc Dehaene, die toen minister van Sociale Zaken was. En 2 jaar later ging Edwin werken voor de toenmalige Kredietbank. En in 1997, dat is al 20 jaar geleden, Edwin, werd hij directeur van de studiedienst van de KBC. In 2000 hoofd van KBC Asset Management en in 2009 hoofdeconoom. Een heel mooi palmares. En het is dan ook met fierheid dat we mogen zeggen dat hij sinds mei 2016 met verve het hoofd van de NVA studiedienst is. Dames en heren, welkom en ik geef u heel graag het woord aan Edwin de Boek. Veel luisterplezier. APPLAUS.